Welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst op tafel. Zoals u ziet liggen er allerlei dingen op tafel. Onder andere werken van de Friese kunstenaar Jopie Huisman en ook een paar dingen van zijn dochters. Als eerste wil ik graag aan u laten zien een kleine pentekening. En die pentekening die is met Oost-Indische inkt gemaakt. En zoals u kan zien is die tekening opgebouwd uit hele kleine streepjes, hele kleine krulletjes. En dat is best wel een hele moeilijke techniek. Want als je te veel streepjes te dicht bij elkaar hebt of een krulletje erdoorheen, krijg je zwarte vlekken. Nou, en dat is in dit geval helemaal niet aanwezig. Dus heel fijn werk. En Jopie Huisman was daar een meester in. Jopie Huisman die was geboren in 1922 en natuurlijk een bekende Fries. Een audiodact, hè, dat betekent dat hij zichzelf ontwikkeld heeft. Hè, eigenlijk een natuurtalent, zo kun je dat in makkelijke bewoording beter zeggen. Gedurende zijn leven heeft hij zich enorm ontwikkeld. En aan het einde van zijn leven behoorde hij toch bij de Friese realisten van naam. Hè. We hebben natuurlijk
meer goede Friese realisten gehad, zoals Alma Tadema, Jan Mankers, om er maar een paar op te noemen. Die konden allemaal dat fijne realistische werk maken. Jopie Huysma heeft natuurlijk aan het einde van zijn leven ook nog een museum gekregen. Daar komen we later nog op terug. Ten eerste, dit werk is van een particulier binnengekomen. Wij zijn natuurlijk altijd blij dat er iets van een Friese kunstenaar binnenkomt van naam. Op zich vallen de prijzen van dit soort kleine tekeningetjes best nog wel mee. Een keer een 1500, 2500 euro. Dat zijn opbrengsten van die kleine tekeningetjes. Toen de tijd verkocht, of gaf Jopie ook nog wel eens zo'n werkje weg, of hij ruilde het met een ander iets wat hij graag wou hebben. En sommige handelaren zeiden van, oh Jopie, ik wil wat van jou hebben. En dan krijg jij dat van mij en dan krijg ik een tekening van jou. Dus zodoende zijn er nog wel wat dingetjes. Vooral in die eerste periode geruild of weggegeven. Wat hij ook weggegeven heeft, wat echt niet heel erg kostbaar is, maar wel heel erg leuk, dat is een kleine kaart. En die kaart is gemaakt van ook een pentekening, hè? Dus een gewone afdruk. En het leuke, hij heeft dat gesigneerd met veel geluk, Jopie. Dus een echte handtekening en een groet van Jopie. Dat gaf hij vaak weg, ook in het museum. Aan het einde van zijn leven was Jopie best wel veel aanwezig nog in zijn eigen museum. En als er dan als er mensen kwamen voor een handtekening of iets dergelijks, of hij gaf een verjaardagscadeautje weg, dan gaf hij vaak zo'n kaart weg met een groet erop van veel geluk. Nou, altijd een heel leuk aandenken natuurlijk. Wat ik ook mee heb genomen, dat is dat kleine schilderijtje. Dat is een schilderijtje, dat is een paneeltje van boord. En daar is met olieverf op geschilderd. Jopie heeft dat in de vroege jaren gedaan. En heeft dat ooit eens weggegeven aan een leuk meisje. Wat hij leuk vond. En toen was Jopie natuurlijk helemaal nog niet bekend. Hij was ook nog niet zo gewaardeerd. Zijn werken waren ook nog niet kostbaar. En hij gaf zo'n klein werkje gewoon weg aan een meisje. Wat hij leuk vond. Het is een klein bootje met erin een paar mensen, een paar mannen. En hij heeft het alleen niet gesigneerd. Maar ik heb het toen de tijd gekocht van die mevrouw. En het verhaal is goed. En ik heb het laten controleren door de dochter van Jopie Huysman. Ik heb gevraagd, wat denk jij daarvan? En zij heeft dat ook gegarandeerd. Het is gewoon een origineel werkje. Natuurlijk de stijl en alles klopt. En die dochter, dat is Grietje Huysman. En het is wel leuk, want de appel die valt niet ver van de boom. Want ook Grietje is kunstenares. En ook Grietje heeft hele mooie dingen gemaakt. En ik heb ook van Grietje enkele dingen mee kunnen nemen. Wat heb ik meegenomen? Dat is een schilderij. En dat is een schilderij gemaakt olieverf op doel. En wat stelt het voor? Een paar oude pollepels. Jopie Huysman maakte natuurlijk ook enorm veel schilderijen met afbeeldingen van dingen die hij uit zijn verleden of wat hij zelfs nog in zijn bezicht had. Het meest bekend is natuurlijk dat hemd en die onderbroek met die stoppen erin. Maar Grietje heeft iets gemaakt van oude pollepels en verflepels. Het is vaak niet heel verstandig dat familieleden hun vader gaan kopiëren. Dat heeft ze ook absoluut niet gedaan. Maar ze heeft wel eens wat gemaakt in de stijl. En die oude voorwerpen, die komen gewoon schitterend uit op dat doek. Tegenwoordig maakt Grietje heel ander werk. En dat is werk. Dat moet je zien in hele kleine vogeltjes, hele kleine bloemen. Ook heel fijn realistisch werk. Op internet is genoeg van haar te vinden. En ze maakt hele mooie dingen. En die ze ook links en rechts wel eens in een expositie heeft. Ik vond een kleine zin die haar werk omschrijft wel heel erg leuk. Dat zal ik u voorlezen. Haar drie kenmerken zijn, de drie dingen, dat is de schoonheid, de mysterie, de breekbaarheid van de werkelijkheid in de natuur. En in de mensen en in de dingen. Nou, dat vond ik een hele mooie omschrijving van haar hedendaagse werk. En vindt u dat leuk, dan kunt u daar genoeg over vinden en misschien eens een keer een expositie van haar bezoeken.
teruggaande naar Joopie Huisman. Joopie Huisman die wordt volgend jaar, had hij natuurlijk 100 jaar geworden. En dat is natuurlijk een jubileumjaar waarin van alles gaat gebeuren. Het is natuurlijk afhankelijk van de corona. Maar de corona heeft wel als voordeel gegeven dat de nieuwe directeur Peter Miedema is enorm actief aan de slag gegaan en ze zijn nu bezig om het hele museum zeg maar een kleine verandering aan te geven. De gevel wordt wat aangepast, er worden wat moderniseringen toegepast, de collectie wordt anders ingedeeld en volgend jaar zijn er geen wisselexposities echt. Joopie Huisman komt weer volledig in alle opzichten terug in het museum en dat gaat volgend jaar een hele bijzondere jaar voor het Joopie Huisman Museum in Workum worden. Nou, we zitten natuurlijk afgelopen maanden veel binnen en we hopen natuurlijk van zomer allemaal weer mooie dingen te gaan zien. En ook het Joopie Huisman Museum zal dan in al haar glorie natuurlijk een hele mooie dagjes uit zijn. Joopie Huisman heeft natuurlijk ook verschillende boeken niet zelf uitgegeven, maar mensen over haar. Dit is het nieuwste. Joopie Huisman 1922-2000, dat is het jaar waarin hij overleden is. Dit is uitgegeven door een privéverzamelaar. En schitterend boek geworden, mooi naslagwerk. Want er is een Zwitser en die heeft hele mooie dingen van Joopie gekocht. Die heeft een mooie collectie aangelegd, is daar jaren mee bezig geweest. Heeft daar ook serieus geld voor moeten betalen om zo'n prachtige collectie samen te stellen. Dit is bijvoorbeeld een klein werkje van Joopie Huisman. En dat is voorstellende Marretje in haar jeugdjaren. Als kind zijnde heeft ze een klein doosje in de handen. Dat is ooit eens ongeveer 20 jaar terug bij ons in het veilinghuis verkocht. Het boek is ook uitgekomen naar aanleiding van een expositie. Een andere expositie die ook een mooi boek heeft opgeleverd, dat is de expositie De Andere Kant. En Joopie Huisman, ja, heeft heel veel werk weggegeven en geruild. En dat werk hangt niet in musea's, maar bij particulieren. De Andere Kant was een tentoonstelling die liet hele mooie dingen zien vanuit die particuliere kant. Door een Friese schrijver en de zoon Jacob Huisman is daartoe georganiseerd. En ook daar is een schitterend boek van uitgekomen. Met hele mooie tekeningen en afbeeldingen. En het leuke is, ja, dat is nog allemaal in particulier bezit. Dus dat is ook bijzonder goed. Nou, er zijn natuurlijk wel meer boeken van hem verschenen. En deze heb ik meegenomen omdat die altijd leuk is. Hè? Die pop die toen gemaakt heeft, die nu in het museum hangt, is natuurlijk een van zijn topstukken. Wat hebben we nog meer meegenomen van Joopie Huisman? Dat is een werk dat hangt hier achter mij en dat is het zijn de paschoenen. En dat zijn de schoenen van Us Abe. En dat is de bekende Friese voetballer natuurlijk die bij Heerenveen Fioren gemaakt heeft. De rode veters erin. Er zit een kleine anekdote daarbij. Ik werd dus opgebeld door een curator vanuit een faillissement. En die mailde mij heel opgewonden op van hij had een nieuwe Joopie Huisman ontdekt. Het was zeer spectaculair en ik moest per direct daar naartoe komen. Want waarschijnlijk ging dat zoveel geld opleveren dat de schuld kon worden weggepoetst. En de curator was al helemaal blij. Nou, ik ben er natuurlijk naartoe gegaan. Met in het achterhoofd, nou, het kan natuurlijk ook wel eens een poster van hem zijn. Of het kan een uitgave van het museum zijn. Afijn, aangekomen bleek het de schoenen van Abe te zijn. Ja, ik kon de beste man natuurlijk uit de droom helpen. Want deze is wel door Joopie Huisman gemaakt. Alleen is er een grote uitgave geweest van SC Heerenveen, de voetbalclub. En als hij daar sociëteitlid werd, dus businesslid werd, kreeg je bij aanvang zo'n mooie print. Gesigneerd door Joopie Huisman. En ja, de schoenen van Abe natuurlijk fantastisch bij de voetbalploeg. Maar qua waarde, ja, misschien een keer een €200. Dus de curator was natuurlijk een beetje teleurgesteld. Maar fijn, dat hoort er ook bij. Wat heb ik daar nog meer meegenomen? Wat op zich ook
ook wel heel erg leuk is. Dat is nog een aquarel. He, dat, een aquarel, dat is op papier. Dat is een tekening van waterverf. Dat klinkt heel natuurlijk een beetje negatief, misschien waterverf. Maar dat kun je dus mengen. En, maar aquarel, dat is een techniek die nog niet zo gemakkelijk is. Wat zien wij? We zien daar staan een oude verfbus met daar een stuk touw uit. En daar ligt een oude lap bij. In die lap daar zitten allemaal verfvlekken in. Daar ligt een paletmes ligt daarbij. En het is afgebeeld op een laken. En ook in het laken zitten allemaal naden en daar zit stikwerk in. En dat is heel fijn uitgewerkt. En als je dat van een afstand bekijkt, kun je wel eens denken van, hey, dat is ook een werk voor Jopie Huisman, want die kon dat ook. Maar dit is dus weer een werkje, een gedateerder werkje van Grietje Huisman. Het is ook duidelijk geselecteerd. En zo kun je dus zien dat die genen die Grietje heeft van haar vader, net zo mooi eigenlijk op het papier uitkomen als haar vaders werk. Het is natuurlijk weer een persoonlijke smaak van mijzelf, maar ik vind dit in principe net zo mooi als het werk van Jopie zelf. Nog even terug te komen op dat pentekeningetje van Oost-Indische inkt, wat ik hier heb. He, dat komt de komende veiling onder de hamer. Dat is wel gesigneerd. Maar je moet wel heel erg goed kijken, wil je daar de signaturen uithalen. We hebben het vergroot afgebeeld voor een foto, zodat u het ook kan zien. Maar als je het van afstand ziet, is het bijna niet te onderscheiden. Want hij heeft er tussen de tekening in, heeft hij dat met hele kleine streepjes zijn naam gemaakt. En eigenlijk als onderdeel van de tekening opgenomen. Jopie Huisman heeft 4 kinderen gehad. Hè, Pepi, die is later huisarts geworden. Van Bols wordt ook vrij bekend geworden, ook actief geweest voor het museum. Dan heb je natuurlijk een Marretje, hè, die is vrij jong nog weer overleden. Daar zal ik straks nog iets van voorlezen. Dan heb je natuurlijk Jacob, dat was ook een zoon. En dat is ook een echt buitenmens, een scootjeskipper. En verdient de kost met mooie scootjes en clippers waar die met gasten mee rondvaart en is een echte buitenmens wat ook regelmatig wordt gevraagd om eens wat over zijn vader te vertellen, want die was ook altijd in de natuur, ook altijd buiten, dus die heeft dat weer meegenomen van zijn vader. Dan heb je natuurlijk Grietje, hè, de kunstenares die dezelfde genen heeft op het gebied van de kunst. Marretje die is overleden in 2013 en in 2012 was Marretje aanwezig bij een goede doelenveiling voor het Foppenfonds. En daarin had zij ook wat ingebracht. En dat is toen de tijd door een vriend van mij gekocht. En ik heb dat voor deze uitzending even gevraagd of ik dat even mocht lenen om u dat te laten zien. En dat betreft een klein gedichtje. En dat gedichtje dat heeft ze dus geschreven voor haar vader. Die toen natuurlijk al lang niet meer leefde. Maar het gaat over haar vader. Ik zal het even pakken en even aan u voorlezen. Daar staat op: een schilder en een filosoof. Een zwerver en een heel scherp oog. Een dromer en een idealist. Een koopman en een humorist. Een bootje en een donkere nacht, een zaklantaarn en de voetstap zacht. Een stroper. Kijk, daar is Lopie. Hey, is dat niet Jopie? En dan is het gesigneerd met Marretje. En rechtsbovenin staat een heel klein hartje in het rood getekend. Ja, dit zijn zo even een paar dingen die gaan dus over Jopie Huisman. Zijn eigen werk wat hij gemaakt heeft, waar hij bekend mee geworden is. Het museum wat hij natuurlijk achtergelaten heeft. De waardering die hij niet alleen nationaal, maar internationaal ook gekregen heeft. Hè?
Kijk maar eventjes naar die Zwitser die een schitterende collectie van hem aangelegd heeft. Die daar exposities mee gedaan heeft. Die daar een boek over heeft geschreven. Duizenden bezoekers die ook naar Friesland komen om nog eens een keer dat museum te bezoeken. Het is ook echt een trekker, niet alleen voor Friesen, maar vooral voor buiten Friesland. Die de leefwereld van Jopie nog graag eens een keer willen beleven. Nou, daar zijn we natuurlijk in Zuidwest-Friesland heel blij mee dat we dat soort musea hebben die dit soort mooie dingen laten zien. En natuurlijk het verhaal vertellen van de eenvoudige koopman die met vallen en opstaan, want het was niet alleen maar roze geur en maneschijn in zijn leven, maar met vallen en opstaan zijn bedrijf heeft opgebouwd, zijn collectie heeft opgebouwd, dat doorgegeven heeft in een museum. En dat soort dingen mogen wij heden ten dagen nog steeds van genieten in Zuidwest-Friesland. Ik hoop dat u het interessant vond om te horen. En we hopen natuurlijk komend jaar met de viering dat Jopie 100 jaar was geworden een mooi Jopie Huismanjaar te hebben. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.